Erik, we zijn hier op Snoek 2015, het evenement voor Airbus Defence and Space, voor die eindgebruikers. En AG Transcom presenteert hier de TetraCap voor die eindgebruikers. Kan je me vertellen hoe belangrijk is dit evenement voor jullie? Nou ja, ten eerste zijn wij natuurlijk distributor on behalf of Airbus in België, als een belangrijke speler binnen Astrid. Maar natuurlijk ook in Nederland. En voor beide landen treden wij op namens Airbus. Dus wij zijn blij met Airbus. En Airbus is blij met ons. En waarom zijn zij blij met ons? Omdat wij in staat zijn ook applicaties te maken. En een van die applicaties is TetraCap. Een TetraCap is een toestel wat bedoeld is om zeg maar in te zetten in public transport. En hebben jullie daar al successen mee behaald? Ja, het grote succes is begonnen bij de RATP in Parijs. En daar is eigenlijk een dedicated oplossing bedacht. In een zware concurrentie overigens. En dat is geproduceerd en gemaakt door AEG Transcom. Zowel mechanisch, elektronisch, als ook de software. En dat had een spin-off bij uiteindelijk, of niet? Ja, die spin-off die is eigenlijk zo ontstaan dat je hebt destijds een dedicated project gehad voor de RATP zelf. En de spin-off is eigenlijk gekomen om hem nu zeg maar zo te maken, het product, dat hij zeg maar multi-inzetbaar is. Dus eigenlijk all over the world inzetbaar is. Daar hebben we nu inderdaad spin-off, één van de spin-offs, en dat is heel mooi, want het is toevallig een spin-off in Nederland. Dat is het RET-project, wat wij namens SAIT mogen uitvoeren. SAIT is de main contractor en wij zijn de subcontractor voor SAIT. En als we even verder die TetraCap radio's die gaan bekijken, wat is dat precies voor oplossing? Wat doet het? Wat voor extra benefit heeft het voor die eindgebruiker? Eigenlijk, het combineert alles. Dat wil zeggen, je hebt de radio, de Tetra-radio, wat eigenlijk de radio devices en die zit in de TetraCap en daaronder zit in feite alle elektronica die er benodigd is plus de voeding en hij is zo geconfigureerd dat in feite alles in één toestel is, maar daarnaast, en dat is het belangrijke van dit toestel, is die ook EN50-155 gecertificeerd en dat is een must om in ieder geval op spoor te mogen gebruiken en dit toestel heeft dat. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid, en dat was ook een eis van de RTP, dat hij snel wisselbaar is. Dus hij zit op een slede en die slede kan op iedere manier weggebouwd worden in een rijdend voertuig van de public transport. En hij is daarmee uitwisselbaar en we gaan dus de parameters van zo'n bus of van zo'n tram, die allemaal hun eigen audio-kwaliteit hebben, die allemaal hun eigen speciale dingen hebben, die worden vastgelegd op een DSP, worden ook vastgelegd op een codesteker die aan de buitenkant van het toestel zit. In geval dat er een probleem is, halen we de codesteker eruit, we wisselen het voertuigunit, we zetten het nieuwe voertuigunit erin, we doen de codesteker en hij gedraagt zich precies volgens de kwaliteiten en de audiogarantie die er nodig zijn in dat voertuig. Okay. Ik kan me dan zo voorstellen dat dit product heel erg interessant is ook verder voor internationale distributie, voor andere internationale gebruikers, bijvoorbeeld bij spoorwegen of bij andere vervoersmaatschappijen. Nee, absoluut. Wij denken nu eigenlijk, we hebben gezegd, we zijn begonnen in Frankrijk. Daartussenin zit België, en België is een belangrijke markt, daar is het al heel veel vroeger begonnen, maar daar kan straks iemand anders wel iets over vertellen. Nu zijn we naar Nederland toe, dus we hebben nu drie landen eigenlijk bij elkaar. Ja, dat opent deuren voor de rest, klopt. En hoe zien jullie de ontwikkeling dat spoorwegbedrijven, zoals onder andere in Finland, nu gebruik gaan maken van Tetra in plaats van GSMR? Is dat een value add voor jullie? Ja, dit is natuurlijk een hele mooie kans om ook in Finland met TetraCap aan de gang te gaan, uiteraard. En verwacht je dat dat ook nog verder een spin-off heeft in andere spoorwegbedrijven? Je zegt het zelf al, er zijn landen die bezig zijn met Tetra te implementeren in public transport. En GSMR is dan waarschijnlijk voor een aantal landen te kostbaar, of wordt te kostbaar. En je ziet daar in ieder geval dat daar een tendens naar is. Prima, we willen er graag in meedoen.